Welkom bij Bollenstreek van Toen, een programma dat wij maken samen met historische verenigingen en instellingen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Bollenstreek. Vandaag laten we u een documentaire zien. De documentaire heet Leven aan de grens van het Derde Rijk. En in die documentaire worden Noordwijkers geïnterviewd over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Leven aan de grens is een film van documentairemaker Aaron Gores en is in maart 2020 in première gegaan. Gores interviewde 20 Noordwijkers die de oorlog hebben meegemaakt. En deze interviews plaatste hij in een kader van filmbeelden, waaronder unieke fragmenten van Noordwijk, waardoor de kijker meegevoerd wordt door de wereldgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het Leven aan de grens is een uniek historisch project waarin nog net op tijd de ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog aan het woord zijn. De film wordt niet alleen bij Bo uitgezonden, hij is ook te verkrijgen voor de thuiskijkers vanaf bij op DVD. En de DVD kunt u verkrijgen bij Museum Oud-Noordwijk, Boekhandel van de Meer en Antiquariaat Moby Dick. Voor nu veel kijkplezier bij de documentaire Leven aan de grens van het Derde Rijk. Onder sombere omstandigheden kom ik heden in uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel geteisterd door de verschrikkingen van een oorlog. Ter handhaving van de volstrekte onzijdigheid, waartoe ons land geroepen is en waaraan het zich met inzet van alle krachten wijdt, heb ik mij genoopt gezien bevel te geven tot de mobilisatie van zee en landmacht. Mobilisatie, de schrik van elk vredelievend volk, bracht in ons land een grote ommekeer. Een gevoel van dankbaarheid gaat uit naar de mannen die ver van huis en haard waken over het vaderland. In de kranten verstond je toen. En er kwamen militairen in Noordwijk natuurlijk ook liggen. En ja, er zijn er ook altijd nog bij ons drie. Altijd wezen koffie drinken. Je was een jong meisje van 16 jaar en je vond het fantastisch als er zo'n jongen wel wat tegen je zei natuurlijk. Dus en toen zeiden we, nou, jullie mogen best bij ons komen koffie drinken. Dat vinden mijn vader en moeder best wel goed. Nou, en de andere dag kwamen ze al. In de zeepadschuren, daar stonden dus alle spullen van het strand. En dat werd ook gevorderd voor het Nederlandse paardenvolk kwam erin. Dat was de artillerie. En die reden toen nog met paarden, met een munitiewagen en een kanon erachter. Ja, mijn vader werd opgeroepen. Maar dan mocht hij op Noordwijk blijven, omdat hij toen al twee zaken had. In de mobilisatie hebben ze nog eens een keertje ook een defilé van militairen afgenomen. Toen werkte ik bij die oude dokter. En toen ik heb nog nooit de koningin echt gezien. Dus ze zei, ga je nou kijken naar de koningin? En toen mocht ik gaan kijken op de boulevard. God, de koningin, ja. Het was voor ons natuurlijk voor jongens ergens een leuke tijd. Die militairen allemaal, we moesten oefenen, ze moesten wat doen. Ze gingen kijken. Ja, we gingen altijd kijken. We gingen zelf, als jongens zijn, richten we zelf een leger op. Ja. Gingen we oorlogs voeren tegen de Noord-Binders, de Zeeuwers tegen de Binders. Ja. Ja, dat was een hele koppel jongens, hoor, zeker 30, 40. Ja. Oorlog voeren. En ook stenen gooien nou. Ook werd verder opgepakt door de militairen. En die hield ons een poosje vast. Dat was de mobilisatietijd. Zeg, Harry Jan. Zing je nou eens een keer dat liedje van de dindie met die mooie tandie. Ja, ja, ja. Ik en ik ben zo liefde en als iemand zo ik kan toelaat. En dan zie ik uw tandies en oogjes en dan laat er mijn vrouwelijke toe. Je hebt mij van de benen gegooid en ik kan niet meer staan. Hitler sloeg politieke munt uit de onvrede onder het Duitse volk. In 1933 kwam hij aan de macht en het nationaal socialisme groeide sinds die tijd enorm.
niet in het minst vanwege het economische succes dat hij boekte. Dankzij zijn immense herbewapeningsprogramma, het invoeren van de dienstplicht en het investeren in de infrastructuur groeide de economie en kon hij zijn drieste plannen stapsgewijs verwezenlijken. De ideologie van het beschermen van de zuiverheid van het Arische ras kreeg een vorm die uiteindelijk de uitroeiing van verschillende rassen, waaronder de Joden, voor ogen had. Hitler wilde meer, hij wilde levensraam. Het Arische volk moest de ruimte hebben. Een en ander mondde uit in de inname van Sudetenland en de annexatie van Oostenrijk, ook wel de Anschluss genoemd. De internationale gemeenschap wilde koste wat het kost oorlog voorkomen. Hitler trok zich niets aan van wat de Engelsen en de Fransen vonden. Laat staan van de Amerikanen. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen. Und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Ook Noordwijk leed onder de economische crisis. De werkloosheid was hoog en werklozen kregen weliswaar een uitkering, maar daarvan zei men dat die te hoog was om van dood te gaan en te laag om van te leven. Om hun karige rantsoen aan te vullen, gingen ze garnalen trekken en beugen. Men deed alles om een baan te bemachtigen en ging zelfs zover om eigen kinderen gratis mee te laten werken. De armoede vormde een goede voedingsbodem voor de opkomst van het nationaal socialisme in Nederland en ook in Noordwijk. Zo behaalde de NSB in 1935 8% van de stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Noordwijk wist regelmatig partijprominenten te strikken voor partijbijeenkomsten, met als hoogtepunt de komst van Mussert in 1937. De crisis trof uiteraard ook de horeca en het toerisme in Noordwijk. De twee Noordwijkse neven, Leendert Hellenberg en Leendert den Hollander, werkzaam in het gelijknamige hotel, werden veroordeeld tot ledigheid. Ze waren jong, nog geen 20, en bruisten van energie die ze nauwelijks kwijt konden. 1939 bleek een keerpunt te zijn. Italië, fascistisch geworden onder leiding van Mussolini, viel in april Albanië binnen en Duitsland op 1 september van dat jaar Polen. Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland onmiddellijk de oorlog. De oorlogsdreiging was omgezet in realiteit. Het feit dat er eind september 1939 een mijn aanspoelt, vlakbij Hotel den Hollander, geeft aan dat de oorlog steeds dichterbij komt. Het was geregeld op de radio natuurlijk, dat het dreigend was. En dan zeiden ze al, nou, er zal niks gebeuren, echt niet. Dat doen ze niet. De oorlog wordt in Noordwijk echter wel gevoeld. De Noordwijkse luchtbeschermingsdienst wordt in opperste staat van paraatheid gebracht. De angst voor luchtaanvallen zit er goed in, zeker na de vreselijke berichten van de Duitse bombardementen op Warschau. De spanningen lopen eind april 1940 vanwege de Duitse agressie flink op. In Noordwijk probeert men het hoofd koel te houden en worden van 1 tot en met 4 mei opnieuw de bloemenfeesten georganiseerd. Het weer is schitterend en mede daardoor trekken duizenden bezoekers naar Noordwijk. Onder hen bevinden zich ook prins Bernhard en prinses Juliana die in hun open sportwagen op 2 mei een bezoek brengen. Het bloemencorso is het hoogtepunt van de feesten en de in Noordwijk gelegen militairen doen mee met een aantal versierde wagens. Van alle kanten werd er gevlogen, zowel Nederlandse als Duitsers. En ik loop zo Londen uit. En toen kwam er een vliegtuig over. Naar het vliegveld Valkenburg, vlak over. En toen schoten ze vanuit de watertoren op dat vliegtuig. En er stond een vuilnisman, die pakte mij bij zijn kraag, gooide ons tegen de buurman zijn huis. En daarom hebben we de zaak afgewacht tot het weer stil was. En toen zijn we op een holletje naar huis gerend, mijn ouders waren ook. Helemaal niet voorbereid daarop. Dat mijn vader zei, kom maar eens, want het is oorlog. Toen gingen we naar de boulevard toe en daar zagen we de vliegtuigen de Valkenburg gaan natuurlijk. We zagen er een neerstorten in zee, we zagen er een bij Katwijk tegen de duinen aan gaan. Bij de laatste villa lagen de militairen
Midden op de boulevard hadden ze een mitrailleur neergezet. Oh, ja. Denk als die Wendy Pelote met dat vliegtuig gezien had, dan had hij een rochel gegeven, dan had iedereen van de boulevard afgejaagd. Zag het vliegtuig gaan op een schip af. Ik denk, nou, dan gaat het bootje uit en dan werd het vliegtuig bij de troffen. Duitse jonkervliegtuigen dropten parachutisten om vliegvelden en belangrijke bruggen in Zuid-Holland in te nemen. Op die manier willen zij de regering op de knieën dwingen en het koninklijk huis gevangen nemen. De wereld had nog nooit op zo'n grote schaal parachutedroppingen gezien. 'S Middags trekt het eerste bataljon van het 4e regiment infanterie via de duinen naar Valkenburg. Hele kolonnes militairen vanuit Noordwijk. Die ging lopende naar Valkenburg toe om te vechten. Ja, toen hadden we angst voor die jongens die dan bij ons kwamen. Daar was men dus bezig om de vijand te verdrijven, maar dat viel niet mee. Want men was niet gewend om te vechten tegen parachutisten. Daar was het leger helemaal niet voorbereid. In de uren die volgen lukt het om het vliegveld te heroveren, waarna de vijand zich ingraaft in het dorp Valkenburg, wat een zware tol eist, zowel onder militairen als onder burgers. Het Duitse plan om Nederland snel op de knieën te krijgen mislukt, dankzij felle tegenstand van de Nederlandse militairen en blunders aan Duitse zijde. Op de eerste oorlogsdag komen 4 Noordwijkers om het leven, waarvan 2 in Valkenburg en 2 in de gevechten om Rotterdam. Mijn vader is gesneuveld bij de Moerdijkbrug. Daar zijn 's ochtends, in de vroege ochtend van 10 mei 1940, zijn daar Duitse parachutisten geland om die Moerdijkbrug heel in handen te krijgen. Dus daar is een slagwisseling plaatsgevonden. En daar heeft mijn vader het leven gelaten. Mijn moeder bleef dus achter met 4 kleine jongens, waarvan ik de oudste was, 7 jaar. En mijn jongste broer die was nog geen 3. De Duitsers rukken steeds verder op. Het Nederlandse leger kan geen stand houden. De ministerraad vindt dat koningin Wilhelmina moet vluchten. Haar veiligheid staat op het spel. Aanvankelijk wil ze niet, maar de ernst van de situatie dwingt haar. In het begin eerst dat de koningin weg was, ja, nee, zei ja. Ze is gevlucht en de ander zei, dat had ze niet mogen doen. In het begin ook, vond ik het ook heel erg. Ja, naderhand begreep ik het ook wel meer. In Rotterdam wordt al vanaf het begin van de aanval hevig gevochten, maar het lukt de Duitsers niet de stad in te nemen. De Duitsers geven de Nederlandse bevelhebber daarom op 14 mei 1940 een ultimatum. Als Rotterdam zich niet diezelfde middag overgeeft, zal de stad worden gebombardeerd. De Nederlandse onderhandelaar zal voor 12:30 aankomen, dus stelt de Duitse generaal Schmid de aanval uit. Maar de 90 Henkel-toestellen met hun fatale lading zijn al in de lucht. Het hart wordt uit Rotterdam gebombardeerd. Kijk eens, je kunt zien hier in Rotterdam dat Rotterdam brandt. Nou ja, dan ging je kijken, dan ging je op een duintje staan, dan kreeg je een beetje hoop. Ja, de zwarte rook eigenlijk ja, het was stil weer, recht omhoog ging. En mijn opa en oma woonden in Rotterdam, dus daar hadden we wel angst voor. Vlak na de oorlog ben ik in Rotterdam geweest om naar mijn opa en oma te gaan. Nou, dan schrok je hoor, wat je daar allemaal zag. Als de rook optrekt, zijn 80.000 mensen dakloos en tussen de 600 en 900 mensen dood. Tegen zulk bruut geweld kan men niet op. Generaal Winkelman capituleert. Ons gevoel toont dit vertrouwen door de rust en de orde te bewaren welke wij zo dringend behoeven om ons geschokt land weer op te bouwen. Laten wij ons thans richten op deze eerste plicht welke het vaderland ons oplegt. Leve Hare Majesteit de Koningin. Leve het vaderland. Op de Oude Zeeweg kwamen ze terug, gemarcheerd. En ze waren vuil en smerig en maakten een beetje droevige indruk. Ja, jongens, de oorlog was verloren. De hele tijd hoorde je niks en op een gegeven moment kwamen de Duitse troepen. En wat mij dan opviel, dat ze zo mooi konden zingen. Ze marcheerden natuurlijk prachtig in de maak, maar ze zongen er altijd zo mooi bij. Dat was indrukwekkend. Dat waren kolonnes met alle mogelijke gerei en die militairen zagen er ook geweldig uit. Ze hadden
leren laarzen aan. Ze hadden mooie helmen en een koppeling. En ze zongen krijgsliederen. En dat was nog mooi om te horen ook, moet ik zeggen. Dat was indrukwekkend. Ik ging aan het hekje staan bij jongens aan de weg. Om te kijken, want ik was natuurlijk ook nieuwsgierig. En toen kwam de buurman, de Italiaan, die kwam. Maar dat was een hele felle NSB'er. Daar ben ik later achter gekomen. En die maakte daar de Hitlergroet. Ik keek me hoog uit, ik denk mezelf aan ook. Ik ben toen naar huis gehold. En ik heb daar op bed echt waar liggen janken van verdriet. Als jongetje van 10 jaar. Zoveel indruk heeft dat op me gemaakt, ja. Op 29 mei wordt de Oostenrijker Dr. Seyss Inquart aangesteld als Rijkscommissaris voor Bezet Nederland. De Duitsers hebben de opdracht om een vriendschappelijke band op te bouwen met de Nederlanders. Het doel is om ze goedschiks te nativiseren. Mijn vader was fel anti-Duits, dus die zal dat ook er wel ingeprent hebben. Zij hadden dan platte wagens waar die paarden voor stonden. En die stonden op luchtbanden. En dan dat wij als jongens probeerden die banden leeg te laten lopen als een soort daad van vijandigheid. Zeg maar. Gek genoeg, dat was de vijand. En verveelde zich net als vroeger die Hollandse soldaten. Dus wat gebeurde er? Ja, die gingen ook maar een beetje mee melken en een beetje helpen. En die jongens waren natuurlijk ook allemaal maar gestuurd. Het waren natuurlijk allemaal dienstplichtige soldaten. Het was eigenlijk hetzelfde volk als wat er eerst lag uit Brabant. Door de Duitse bezetting kunnen Nederlandse koopvaardijschepen niet terug naar Nederland. De Noordwijkers die in de visserij of op de koopvaardij werken, wijken uit naar de nog vrije landen. Zo komt Teunis van Duin in Engeland terecht, waar hij vaak zijn halfbroer Joop ontmoet. Mijn vader zat met 3 kinderen die uitbesteed waren. Mijn moeder is eerst overleden. En toen zijn we al bij mijn oma gekomen. En die foto die is gemaakt om naar mijn vader toe te sturen. En die heb ook bij hem in de hut gehangen. Ze zei altijd, ja, als je vader weer terugkomt, dan ga je misschien weer bij je vader wonen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil echt niet hier vandaan. We hadden best een hele fijne opvoeding. En ik zei, nou, hij hoeft van mij niet terug te komen, zei ik. Ja, heel erg, maar ja, ik dacht, dan moet ik hier weg. Ja, en zei ze, ja, misschien dat je dan weer een nieuwe moeder krijgt. Nou Joop, ik heb in Liverpool een beste tijd gehad en een schat van een meisje. Zij is 10 dagen met mij in Newport geweest, dus dat was fijn. Hoe maak jij het zo en je kameraads? Je schreef in je laatste brief om een paar centen. Ik kon echt niet helpen, want je weet, een tijd op school en een meisje, dan weet je het wel. Somstijds, man, heb ik het wel eens kwaad dat het me zo tegenloopt. Want wij hebben zoveel broers en zusters, maar dat ze weinig moeite doen om met ons in verbinding te komen. Jaap de Jong heeft al 16 brieven van huis gehad en wij krijgen niets. Dat is niet aardig. Ze wisten niet dat het niet lukte. Dat ging gewoon. Ze hebben brieven zat geschreven, maar die zijn nooit aangekomen. In de zomer van 1940 wordt in Londen Radio Oranje opgezet. Het is eerst een regeringszender, kalm en terughoudend. Later wordt het meer een verzetszender, met een fellere toon en spot. Landgenoten. Ja, eerst een tune en dan kwam landgenoten. Ja, maar we luisterden met ons oor tegen de radio aan. Ja, nee, we hebben het al gehoord. De kleine Holland weert zich dapper als een reus. Het is oranje, blijft oranje, is de leus. Van u, van mij en van de watergeus. In diezelfde zomer heeft Nazi-Duitsland bijna alle omringende landen onder haar bewind. Waarna Hitler de Luftwaffe op Engeland afstuurt om de Engelse Royal Air Force te vernietigen. Dit lukt echter niet en het lukt Engeland zelfs om tegenaanvallen uit te voeren. Maar het is ondenkbaar dat de Britten op korte termijn Europa kunnen bevrijden. Voor de Joodse gemeenschap betekent het jaar 1941 een jaar vol maatregelen. De bezetter dwingt hen hun radiotoestellen in te leveren en verbiedt hen op openbare plekken te komen. Ik had een vriend, Oldhof, dacht ik dat hij heet. Hij had een Joodse ster en ik zei wel, zeg je, dan doe die ster weg. Als we naar hem toe gingen, dat was wel lief, hè, bij jouw fles mochten. Hij mocht niet meer naar het strand komen.
ik ben er met een kinderleider geweest. Daar kreeg ik ook troubles. Ik kreeg een pak slaap omdat ik naast hem liep. In Noordwijk groeit de organisatie van het verzet. Willem Baalbergen, kapelaan Groenendijk, reservekapitein Roeleveld en Willem van der Meulen vormen de kern. De vader van Willem en Kees Baalbergen ontfermt zich over de vissersgezinnen. Hij moest de gezinnen van vissers die naar Engeland gevlucht waren, voorzien dat die inkomen kregen, eten kregen. En dat ging via de diaconie, want de regering zorgde daar niet voor, het ging via de kerken. Het enige wat wij ervan merken, dat was dat er altijd mensen bij ons kwamen. Allerlei lui. Er kwam altijd regelmatig een reisburger, die noemden wij de bondkraag, omdat hij zo'n bondjasje aan had. Die kwam altijd en die bracht altijd allerlei lekkere dingen mee, die al lang niet meer fruit en zo, die hij al lang niet meer zag. En zo kwamen er altijd nou ja, vreemde lui over de vloer. Dus er waren altijd toch veel contacten, met name met Rijnsburg, want daar zat dan het echte verzet. Rijnsburgers is nogal een strijdvaardig volk over het algemeen. Maken ook makkelijk ruzie onder elkaar. Ze hadden ook denk ik veel meer mogelijkheden. Hier in die vesting kon je haast niet uit en die was helemaal omringd met water en met wachtposten. Je moest altijd langs een wachtpost, wilde je in Noordwijk binnenkomen. En daar lag de marine, een onderdeel van de marine. En die hadden eigenlijk maar één belang, dat is zorgen dat er niks gebeurt, dat er geen narigheid is. Hier in Noordwijk, dat legeronderdeel maakte bijvoorbeeld een heel mooi boek over de batterij in Noordwijk. Met foto's en met verhalen erin. En die legeronderdelen hadden niet zoveel, die hadden eigenlijk ook net zoveel moeite als veel andere mensen met die speciale troepen, zeg maar. Maar vooral de SD en die landwachters waren, en degene die in Nederland vaak Joden opspoorde en andere rare dingen uithalen. Dus zij hadden maar één belang van zorg dat het een beetje rustig blijft in het dorp. Van die Engelse vliegtuigen gingen bombarderen in Duitsland. Dat ging maar door, die vliegtuig. En dan lagen wij in bed een beetje te trillen. En dan s'nachts om een uur of vier kregen dezelfde als ze weer teruggingen. Dat vond ik altijd een beetje naar. Ja. En we hadden ook een soort vluchtkoffertje naast ons bed staan. Met wat ondergoed en kleren en nou ja, dingetjes die lief waren. Allemaal in het koffertje, dat je je koffertje mee kon nemen. Maar je liet je koffertje staan, je vergat je koffertje en we kleden ons aan en we gingen naar beneden. Nou ja, toen zagen we de puinhoop. Die mevrouw van dat huis, die kwam door de gaten heen naar ons toe. En die kwam bij mijn vader. Meneer Van Beelen, wil u eventjes meegaan? Mijn man kan niet uit bed komen. Nou, mijn vader ging met haar mee. En hij komt bij me. Die man die lag al dood in zijn bed. Die had een scherf precies in zijn buik gekregen. Zij lag vlak naast hem. En de kinderen lagen op de andere slaapkamer voor en die hadden niks. Denk dat die niet zijn bommen allemaal had afgegooid. Maar dan gooiden ze af in zee, hè, om de oversteek te maken naar Engeland. En dat toen gebeurd is bij ons, dat er die drie bommen er toen gevallen zijn. Dat ze misschien al dachten dat ze boven zee waren. En het was nog net boven land. En toen keek ik voor, in die richting. Toen zei ik, staat er allemaal in brand. Toen zei mijn moeder, joh, je vader zit daar en die school staat daar. Toen ben ik hem tegemoet gerend. Ja, ik denk, hij zou aan huis komen. Ik wist zo ongeveer hoe die liep. En toen kwam ik hem tegen bij de Hoogstraat. En toen zijn we samen naar huis gerend. Want we waren bang dat er nog meer zou komen. Ja, en dat is best bang. Dan ben je best bang hoor. Echt waar. Ja. Maar ja, toen waren we toch weer blij. Mijn vader was weer thuis. Mijn moeder was altijd maar blij als het hele ploegje thuis was. Ja. Op 8 april 1942 wordt de directeur van de Willem van den Berg Stichting samen met een timmerman gearresteerd. Ze worden beticht van het verbergen van koper
en worden door de metselaar aangegeven bij een NSB'er. Naar alle waarschijnlijkheid is er meer aan de hand. Het achterhouden van Joodse pupillen. 2 dagen later worden nog 2 mensen opgepakt en zelfs 4 maanden later wordt nog een zuster opgepakt. Ja, ik weet niet. Ik denk dat er een hoop mensen elkaar niet vertrouwden. Je had natuurlijk toch wel een aardig groepje mensen die zich bij de NSB hadden aangesloten. Meneer Beukers was daar een soort voorzitter van de plaatselijke afdeling. En ik denk dat de meeste NSB'ers, wat ze dan een brood-NSB'er noemden. Met andere woorden, als je lid was van die club, dan kreeg je vaak wat extra voedselbonnen. Mijn werd er als klein kind al nadrukkelijk gesteld van als je met die kinderen gaat spelen of wat dan ook, moet je niet te veel over de oorlog praten. Dat je dan die kinderen van die NSB'ers, zou maar zeggen, dat je die dan wel uitschoot, zou maar zeggen. Nee, dat gebeurde wel. De kinderen konden niks aan doen. Die werden meegesleept door zo'n gezin natuurlijk. En het was best moeilijk. Voor die kinderen zeker hoor. Mijn vader, als ik thuis kwam en dat hij zei, onze Guus is bij de SS gegaan. Snap je dat nou? Dat was mijn vader zijn jongste broer. Hij werd genegeerd. Hij mocht nergens meer komen, ook bij zijn ouders niet. Nee. En hij is fervent lid geweest, totdat hij naar Rusland moest. En daar had hij geen zin aan. En ja, toen was het bloed dat kruipt waar het niet aankwam. En mijn vader heeft hem toch geholpen op het land. Van mijn opa is hij ondergebracht. Aan de andere kant van de oceaan, in New York, ligt de Zaandam. Na meerdere succesvolle tochten en knappe ontsnappingspogingen tegen de Japanners in Nederlands-Indië, krijgt kapitein Stamperius een nieuwe, zeer vertrouwelijke missie rechtstreeks uit het Witte Huis. In een klein konvooi varen om zeer belangrijk oorlogsmaterieel te verschepen naar Egypte, waaronder 300 ultramoderne Sherman tanks. Ook in New York is Teunis van Duin, waar hij opknapt van een ongeluk. Zat hij overdag veel in het Zeemanshuis en dan had hij zijn trompet meegenomen. Zat hij daar een beetje de zeemannen allemaal te vermaken met muziek te blazen. Daar lag de Zaandam. Daar was dus gebrek aan mensen. En toen is mijn vader, omdat hij weer mocht werken, daar... Gaan monsteren, noemden ze dat. Nou Joop, ik heb het hier reusachtig van eten en drinken. En ik heb nog een paar Hollanders bij me. En de jongens waren zo blij dat ik weer meeging, want ik heb zo'n prachtig pistool gekocht. Ja, en je weet wel, dat is fijn een stukje muziek aan boord. Dat monkel is gewoon zwaar verliefd op me en wil aldoor maar trouwen. Het is de moeite waard hoor broer, want het is gewoonweg een beeld van een vrouw. Je weet hoe ik ervoor sta, dus... Ik heb vandaag naar haar geschreven dat ze mij maar los moet laten en trachten mij te vergeten. De kinderen en Holland gaan me boven alles. Groet je vrienden en Noordwijkers. Mijn oma had altijd een schoenendoos met al die foto's. En ik vind in die schoenendoos een foto. Dat is toch mijn vader? Niet een vrouwtje. Een jurkje met van die pofmoutjes en die... Dat meisje of die vrouw die had krulletjes. En ik ermee naar beneden. Ik zeg tegen mijn oma, dat is toch mijn vader. Maar dat is niet mijn moeder. En wat doet ze? Dat mocht ik eigenlijk niet zien of weten. Ze pakt de schaar en ze knipt dat vrouwtje eraf. En mijn vader was gewoon, die was weduwnaar al een paar jaar. Ja, en hij was nog jong. Terwijl Teunis een geheime missie vaart, besluit Hitler om de kustgebieden zwaarder te verdedigen nu een Duitse invasie in Engeland uitblijft. De Nederlandse en Atlantische kust moet ondoordringbaar worden. De verdedigingslinie van ruim 5000 kilometer van Noord-Noorwegen tot aan de Spaanse grens omvat niet alleen bunkers en afweergeschut, maar ook mijnenvelden en prikkeldraad landinwaarts. Om de Atlantikwal te realiseren,
is het noodzakelijk een deel van de bevolking te evacueren. Ons speelgebied werd kleiner. Het strand mocht hier niet meer komen. Dus wij moesten meer naar het binnenland om te spelen. Dan hadden ze daar een grote tankval gegraven. Daar gingen we ook nog met vlosjes op varen en zo. Tot een keer die wachtpost, een van die wachtposten die daar stond dan, dat zat was of zo. Die zag ook natuurlijk toch scharrelen over die zanddijk. Terwijl we daar liepen, schoot hij op ons. Hij zal natuurlijk zeker in de lucht geschoten hebben. Maar ja, wij schrokken daar zo verschrikkelijk van. Dat we natuurlijk als een haas wegrenden. En dan lag er nog een klein modderig slootje. En dat lag wat lager. Dus we zijn allemaal in dat slootje gedoken. En tot we dachten dat de kust veilig was. We waren natuurlijk helemaal nat en verontfraaid. En dat maakte toch wel als kind wel veel indruk. Dat vergeet je nooit meer. Je schrok je natuurlijk rot. Dat die kogels daar over je kop floten. Het was een avontuurlijke tijd. Je kon eigenlijk alles doen en laten wat je wou, want er was weinig toezicht, bij wijze van spreken. En je kon voetballen, weet je, revolten, weet je niet. Ja. Maar voor je ouders was het een rot tijd natuurlijk. Een zware tijd, ja. Ze hadden weinig. In oktober 1942 wordt het speelgebied nog verder uitgebreid. Nog meer inwoners worden uit hun sociale leven gerukt om elders in een vreemde omgeving verder te leven. Ook moeten de vier inrichtingen Sancta Maria, de Willem van den Berg Stichting, het Sint-Jeroen Gesticht en het gasthuis de Noordwijk aan Zee worden ontruimd. Eind januari 1943 blijken ongeveer 4600 Noordwijkers te zijn geëvacueerd. Meer dan een derde van de lokale bevolking. Om ruimte te maken voor de kustverdediging is het niet voldoende om alleen inwoners van de kustgebieden te evacueren, maar wordt ook besloten gebouwen aan de kust te slopen. In de zomer van 1943 volgen andere kenmerkende gebouwen, waaronder het stamcafé van de Duitsers in Weißenrussel en het Oranje Hotel. Speelgoed uit slooppanden bereikt enkele Noordwijkse kinderen. Die Duitsers die in die villa's ook zaten, werden door die Noordwijkse dames aangespoord om voor mij, voor die kleine jongen uit dat café vandaan, waar ze wel eens kwamen, om daar wat speelgoed mee te brengen. Een blikken speelgoedtreintje met rails en al in doos nog wel, dat ik die zomaar kreeg. En dan van een Duitse soldaat. Nou, de moffenmeiden die kwamen wel met een vaste soldaat, kwamen ze bij ons in het café. En dan kwam even later kwam die soldaat om, ze kwamen praktisch nooit samen, want dan werd dat gezien door de bevolking. Ze wisten wel dat ze verkeerd waren, maar ze konden het toch niet nalaten om het te doen. Maar het waren geen zwerfmeiden, want ze hadden allemaal een vaste Duitser voor hun bezit. Op weg van New York via Kaapstad naar Egypte wordt de Zaandam meerdere keren bestookt door Duitse onderzeeërs, U-boten. De Duitse geheime dienst weet van meet af aan bestemming en doel van het konvooi. Na een reis van 2 maanden komt de Zaandam via het Suezkanaal aan op haar bestemming. De westzijde van het kanaal staat vol barakken, tentenkampen, jachtvliegtuigen en bommenwerpers. Spanning is voelbaar. Ze liggen slechts 320 kilometer van het front. Direct op die eerste dag hoort Teunis het knetteren van afweergeschut en ziet het neerstorten van een vijandelijk vliegtuig. Zodra het duister invalt, stijgen de Britse en Amerikaanse bommenwerpers op naar Benghazi en Tripoli om het Afrika-korps van generaal Rommel te bestoken. In diezelfde periode volgen nog veel meer konvooien met Nederlandse schepen. De geleverde Sherman tanks maken het verschil. Montgomery zet op 23 oktober de aanval in. Na enkele weken van zware gevechten hebben de Britten de slag om El Alamein gewonnen. En dit betekent een omkeer in de oorlog in Noord-Afrika en het gehele Middellandse Zeegebied. Ondertussen is het de nazi's duidelijk dat de oorlog langer zal duren dan gedacht. Steeds meer Duitsers, waaronder ook steeds meer tieners, worden opgeroepen voor de verslindende veldtochten. De opengevallen arbeidsplekken moeten worden opgevuld. Ik wilde absoluut niks met die arbeidsdienst te maken hebben. Toen ben ik naar Haarlem gegaan. En daar heb ik gezeten bij een kapper. Dus ik heb daar bij die man gewerkt. Totdat de razzia's begonnen. Die krappige vrouw die zei, joh, dat putje, waar wij jullie haren in vegen. Als ik dat dingetje er nou uithaalt,
En je gaat erin en het zet alles weer in elkaar. En het deksel er weer op. En je zegt, en dan zit je onder de grond. En dan heb ik een dag onder de grond gezeten. Het was wel een beetje angst, want toen hoorde die Duits praten boven. En ik hoorde ze al boven mij lopen. Maar ja, ik was gelukkig alleen. Met de buurman, die werden zenuwachtig en die werden allemaal apart. En toen ben ik weer gevlucht. Steeds meer ambtenaren hebben moeite met het uitvoeren van de maatregelen van de nazi's. Het lukraak arresteren van jonge mensen voor de arbeidsdienst gaat burgemeester Van der Mortel te ver. Hij protesteert. Enkele maanden later, in april 1943, zijn er landelijke stakingen tegen de arbeidsdienst. Vanaf dat moment wordt de stemming grimmiger in Nederland en krijgt het verzet een impuls. Op 6 mei 1943 wordt Van der Mortel ontslagen. Tot het aantreden van de nieuwe NSB-burgemeester Mussegaas in 1944 blijft wethouder Vogelaar interim-burgemeester. We hadden in Noordwijk een mondharmonica-club en daar waren we lid van. Mijn zus en ik, vrijdagavond hadden we dan dat we speelden en ging de luchtalarm af. Toen moesten de jongens de meisjes naar huis brengen met luchtalarm. En zo ben ik aan mijn man gekomen met luchtalarm. De jongen die me thuis bracht. Ja, nou ja, toen hadden we verkering. Hij kwam s'avonds wel eens, maar ja, in plaats moest je om 8 uur al, mocht je al niet meer op straat. Dus dat was eventjes tussen eten en 8 uur, ja, kwam hij eventjes aan. En dan, nou ja, dan was het afgelopen. Die 5 jaar, vind ik, hebben wij niet echt als puberteit meegemaakt. Zijn verloren jaren voor ons geweest, die we eigenlijk niet hebben meegemaakt. Enkele weken later, op 12 maart 1943, gaat het luchtalarm weer af. 'S Avonds komt er een vliegtuig en die gooit al zijn bommen op Noordwijk. Die dacht dat hij op hoog water was. Je hoort hier gieren en die hoort gieren, daar heb je een horenstand. Nou, de bommen vielen. Die luiken waren als splinters. En ik zie nog mijn moeder zo zitten in de stoel. Ik denk zo, dat gordijn overheen. Er lag al de glas in. Er lag een groot wiel van een kar lag tegen ons, tegen de gevel aan. Er lag een kalf, een brok kalf lag er. En nou, en een rotzooi. Jongen. En overal brandde het. Alle ruiten waren er natuurlijk uit. Ik weet nog dat het hele kozijn van onze keuken die was uitgevallen. En lag op de tafel. Die oom Kees kwam zo, want alles, je had die beduisteringsgordijnen, dus die schoof ze een beetje opzij en die zei, nou, hier kan je niet blijven hoor, kom maar mee naar de boerderij. En daar was precies die bom opgevallen. Dus alles wat nog een beetje bruikbaar was, dat verzamelde je en dat ging. Zij waren inmiddels ook in de schoolstad, alles een andere rest gevonden, een ander huis. Er woonde een zus van mijn opa in de Toekomststraat hier op Zee. En daar is ook een bom gevallen. Dat was van de Menege Barnoorn allemaal. Al heel groot gezin. Die moeder van die kinderen is als enigste van dat gezin getroffen door een scherf in haar hoofd. Een hele rij straat in het oude zeedorp staat in vuur en vlam. De bommen die op Noordwijk vallen zijn brandbommen die soms nog dagen later tot ontvlamming komen. Vanwege de naderende dwangarbeid besluiten Leendert de Hollander en Leendert Hellenberg in de zomer van 1943 deel te nemen aan de strijd. Zij weten te ontsnappen op het moeilijkst geachte punt ter hoogte van het Palace Hotel. 2 nachten van tevoren hadden we gegraven om de landmijnen eruit te krijgen. Daar hadden we geluk mee dat er niets geploft is. Dus die nacht om 1 uur hebben we het bootje over de muur gezet en daarna over het mijnenveld gesleept en toen over de prikkeldraadversperring en tankasperges naar zee. Toen wij aan zee waren, waren we moe. Alle twee doodmoe. En door de opwinding waren we onze zeekaart verloren. Dus hadden we niets meer aan onze sextant. Ook verloren we het roer. We hebben ongelooflijk geluk gehad dat ze ons niet gezien hebben. De tweede nacht hoorden we ineens een gesnuif naast ons. We dachten dat het een U-boot was. Maar gelukkig waren het een stel grote bruinvissen die ons de hele reis verder gezelschap hielden. De derde dag werden we opgepikt door 4 Engelse torpedoboten. In Engeland werden we op audiëntie geroepen bij de koningin. Het was een hele eer. We hebben thee met haar gedronken. Ze is erg eenvoudig. Een Hollander kwam bij de marine vliegdienst in Engeland terecht. En het was jammer om uit elkaar te gaan.
Ik heb gekozen voor het Nederlands Indisch leger. Vanuit New York ben ik naar Canada geroepen. Om naar de prinses te gaan. Ik heb toen gelijk met de prinses ontbeten. Wie had dat ooit gedacht? Nu ben ik weer terug in New York. En vertrek naar Suriname. Daar krijgen we onze opleiding. Na 4 maanden door naar Australië en verder. Dus ik zit een eind bij jullie vandaan. Maar ik hoop jullie nog eens terug te zien. De Hollander vliegt met het 320ste Squadron verschillende missies om V1-lanceerschansen te bombarderen. Deze nieuwe in het geheim uitgevonden raketten moeten Hitler toch nog de overwinning bezorgen. Deze missie is cruciaal in de voorbereiding van D-Day, anders zouden de geallieerden te kwetsbaar zijn. Ongeveer een half jaar na het bereiken van Engeland schrijft Den Hollander na een van zijn vluchten aan zijn neef en vriend Hellenberg. Ik feliciteer je nog met je verloving. Ik wist heus niet wat ik hoorde. Het wordt tijd dat je me eens een foto van haar stuurt. Dan kan ik tenminste zien met wat soort vrouwen jij omgaat. Ik loop ook nog met ernstige verlovingsplannen rond. Met dat meisje uit Maidenhead, familie Nixon. De Zaandam verlaat Egypte en vaart naar New York langs Brazilië. Er heerst een opgewekte stemming aan boord. Teun verlangt naar de stad van vermaak en plezier. Een stinkende nevel stijgt op, het roer reageert niet en de motoren vallen uit. Men denkt aan een explosie in de machinekamer. Er volgt een tweede knal. Het voorschip begint te zinken en het explodeert. Teunis wordt met het schip meegezogen de diepte in. 135 van de 299 opvarenden komen om het leven. 3 schipbreukelingen dobberen 83 dagen op zee voordat ze worden gevonden. Dat ik thuis kwam en dat er bij ons lakens voor de ramen hingen. Dat was in die tijd vroeger, als iemand was overleden, een teken van rouw. Dat vond ik zo eng. En toen werd er gezegd, kind, je vader is overleden. Je zit in een klas en je bent de enige die wees is. Waar in 1942 Lodewijk en de rest van de familie Kooltof gehoor geeft aan de Duitse oproep om te werken in werkkampen, duiken veel Joden onder, zo ook in Noordwijk. Ik weet dat hij toen wegging, toen hebben we hem netjes weggebracht. Ik ben met hem meegeweest tot aan dat remhalte. Hij zelf had het ook niet in de gaten, want hij zei gewoon van, joh, mijn zus die is getrouwd, maar mijn hele familie was. Hij zegt, dan mogen we bij elkaar blijven, dan gaan we naar Polen. Hij zegt, dan moeten we werken. Hij zegt, nou blijven we lekker bij elkaar, maar ze wisten natuurlijk niet. Net zo goed dat hun het niet wisten, wisten wij het ook niet. Werden ze gelijk op transport gezet naar de concentratiekamp. De taken van het verzet in Noordwijk groeien naar gelang de oorlog vordert. Zo rolt de vader van Kees en Willem Baalbergen er ook verder in. Hij helpt met het onderduiken en de verzorging van ongeveer 40 Joden. Van de een op de andere dag kwam er zomaar een meisje aan tafel zitten. En ik kan me niet herinneren wat mijn vader nou zei. Of het een nichtje was of een ver familie. Nou, in ieder geval. Wij vonden het prachtig, joh. Een meid in huis. En we moesten wel verhuizen, want ons kamertje, daar ging ze dan slapen. Boven de winkel. Dus ze ging gewoon met ons mee. Ze speelden op straat. Stiekem, als jongens, die had ons een soort vlierentje boven die slaapkamertjes. Dat wij een klein gaatje in die vliering sneden. Om eens te kijken, maar ja, dat viel natuurlijk niet in goede aarde. Ja, zo'n kind, ze was toen 14 of zo, of 12, tussen 12 en 14. Je wordt zomaar gedropt in een vreemd gezin vanuit een Joodse achtergrond. Dat zij zich zo makkelijk aanpaste en gewoon meeging naar de kerk. En zij en mijn moeder die waren echt dol op elkaar. Dat contact is altijd gebleven tot de dood toe. Helaas gaat het niet altijd zo goed. Op 2 december 1943 worden het gezin Pressburg en dokter De Ruiter verraden. Een NSB'er rijdt op zijn fiets en leidt een Duitse politieauto naar de onderduikadressen. Arie Pressburg weet nog te ontvluchten. Ik hoorde Arie dus roepen, Kees, Kees. Ja, mijn vader sliep aan de voorkant. Ik werd wakker en ik ging naar de keukendeur. Mijn vader heb ik ook wel wakker gemaakt. Toen hoorde je ze al, die spijkerlaarzen, op dat straatje.
achter het achterommetje. Dat ging achter vier huizen langs. Dus je hoorde de klik, klik, klik. Ze ramden op de achterdeur. Aufmachen, aufmachen. Nou ja, de vader die was er intussen. Nou, en toen hebben ze het hele huis doorzocht. En die is toen ook gearresteerd. En toen bleek het een familielid te zijn die hem verhoorde. En die zei, nou, meneer Kees Kasper, als jij tekent voor een of andere dienst, Duitse dienst, dan zal ik je vrij laten. Nou, hij heeft gauw getekend en hij zag een concentratiekamp niet zien. Dan is hij naar Vogelaar, denk ik, gegaan. Die was van de ondergrondse. Heeft hij gezegd van, ik heb getekend, maar no way. Ik ga uiteraard de zaak geen dienst doen. Op 6 juni 1944 begint het grootste amfibische offensief in de oorlog, Operation Overlord. In diezelfde dagen banen de geallieerden zich een weg door de verdedigingslinies in Normandië. Leendert en Hollander vliegt toch steeds missies om V1-raketten te vernietigen. 2 weken later, op 20 juni 1944, wordt zijn vliegtuig uit de lucht geschoten. Aan het eind van de oorlog komt er post binnen bij Hotel de Hollander. There is little I can tell about Lynn. The wound is still very deep, although happened nearly a year ago. I love him still and will never forget him. His tragic death, which Lynn would have wanted no other way, I hope Leo has told you about it. I can truthfully say, Lynn's last days on earth were very happy. I think only of him laughing and enjoying life. I have some very sacred and beautiful memories to look back on. His only worry was for you. He loved you all so much. This is very painful to write, to know I loved and have been loved. For it to be taken away from me seems to be unkind and unjust. It brings it all back as if it happened yesterday. I have been unable to get hold of the boat Leon Lean came over in. My thoughts are with you all now, and to your brave men, safe returns. Most sincerely, Pam Nixon. Leendert Hellenberg heeft zijn goede vriend en neef niet lang overleefd. Op 16 september 1946 laat hij het leven. In de jungle van Borneo wordt hij geraakt door een sluipschutter en sterft als knilsoldaat in Nederlands-Indië. De doorbraak van de geallieerden en hun snelle opmars in Normandië laten de stemming omslaan in Nederland. Er waren mensen met een illegaal zendertje. En dan las je toch wel dat ze alweer verder opgerukt waren. Eerst hadden ze de kustplaatsen en toen hadden ze de grote steden erachter, Caen en zo. Maar ja, toen kon je al merken dat het, toen ging het gezag van de Duitsers al achteruit toe. Er hing in de achterkamer bij de buren, toen de Duitsers die opmars maakten, hele grote landkaarten met werden van die vlaggetjes ingeprikt. Maar toen de Duitsers gingen verliezen, was hij intussen minder enthousiast. En de kaart is van de muur gegaan. En toen kwam die vrager Kees, bij mijn vader Kees. Jij luistert naar de Engelse zender? Ja, zei mijn vader. Ik luister naar de Engelse zender. Mag ik ook luisteren? Nou, slot zat de NSB-buurman naar een mede. Bij mijn vader zaten ze samen te luisteren. Op 17 september 1944 begint operatie Market Garden. Een stoutmoedig plan van de Britse veldmaarschalk Montgomery, waarbij geallieerde troepen via bruggen bij Nijmegen en Arnhem naar Noord-Nederland zullen doorstoten en daarna door naar Duitsland. Het is een van de grootste militaire operaties in de oorlog, maar die verloopt totaal niet zoals Montgomery heeft gedacht. Er vallen meer dan 3600 militairen aan beide kanten en er komen circa 1000 burgers om.
Wellicht wil Montgomery net iets te graag als eerste aankomen in Berlijn en denkt wellicht net iets te gemakkelijk over het gedurfde plan. Het Nederlandse verzet heeft de Britten gewaarschuwd dat er niet alleen Duitse militairen, maar ook tanks en andere voertuigen zijn. Montgomery wuift dit weg net als andere waarschuwingen. Nou, toen dachten we allemaal dat de bevrijding aan de gang was. Maar daar viel Puyvuis tegen, toen kregen we de slechtste tijd. Het is een zeer duidelijke overwinning voor de nazi's en het is helder, de oorlog is nog niet over. Een zeer lange winter volgt. Duitse represailles om de voedselvoorziening te staken leiden in het westen van Nederland tot hongersnood. Ik heb van alles gegeten. Watersoep met schillen erin van de aardappels. En tulpen, die werden gewoon gegeten, tulpenbollen. Ik had geen schoenen meer, ik had geen kleding meer haast. Ik heb bevroren tenen gehad, open schoenen, midden in de winter. De zus van mijn moeder, die zei op een jongens, woensdagmiddag ga ik een taart bakken. En in die tijd was een taart natuurlijk, ja, dat was onvoorstelbaar. En een tulpentaart. En we kwamen binnen daar, joh, en het rook heerlijk, zeg. Jongens, een taart, zei, op die tafel. En zij had nog met wat goede boter en die tulpen en meel had ze. Nou, en het zag er ook zo mooi uit en het rook zo heerlijk. Anders een stuk taart, joh. Dat was niet te vreten, joh. Het brandde in je bek, om het maar plat te zeggen. Dat was een van de grootste desillusies die ik in de oorlog heb meegemaakt. Maar mijn vader die ging altijd op de fiets. En dan, ja, van een oude rammelkast. En dan tuinslangen zaten erom. Dat waren de banden. Dus het was zwaar trappen. Maar hij redde het. Maar ja, ik zeg het, hij ging met flessen in even. En die boeren waren er wel gek op. Die Jodenmensen, die moesten hier leven houden. Ons, zijn gezin, 5 dochters, moesten hier leven houden. Een neefje dat kwam eten en buren die eten kregen. Zelfs die NSB-buurvrouw en de dochtertje kregen eten. Hij moest wel. We hebben later, toen het gas uitviel en zo, hebben we wel op zo'n noodkacheltje gekookt. Er was ook een soort kokertje en dan moest je heel kleine stukjes hout in gooien. Ik weet niet eens meer precies hoe het werkt. Dat werkte. Die zoons van 4 thuis en die gingen 's nachts om 3 uur uit bed uit. Bomen omzagen. Koos, ze zijn je bomen aan het stelen. Dus mijn vader en oom Kees en ik renden naar buiten de baan op. Ik zie mijn vader nog vallen in de sneeuw. En helemaal achter op de baan liepen daar een aantal figuren snel weg. En wat bleek, ze hadden inderdaad al een paar bomen afgevoerd. En een mooie slee, prachtig mooie sleetje. Zo'n sleetje die je in een winkel koopt, weet je niet. Die hadden ze achtergelaten. Dus ik was blij. Ik dacht, hé, mooi, nou heb ik tenminste een echte slee. Dus die namen we uiteraard mee. Maar de andere dag komt er een jongetje de dam oplopen en belt dan en vraagt aan mijn vader, mag ik mijn slee weer terug hebben? Ik weet nog wie het is. Nou, mijn vader was zo goed niet of hij gaf die slee weer terug. Nou, daar baalde ik van. Het was een prachtige slee. Zelf had ik een slee, die hebben we ooit zelf in elkaar gedraaid. Dat ding gleed voor geen meter. En ja, zo was ik die slee toch kwijt. Mijn vader zegt, joh, hier heb jij je slee weer. Maar zegt tegen je vader, en wist wie het was, zegt tegen je vader dat hij voortaan van mijn bomen afblijft. De gaarkeukens kunnen vaak niet alle hongerige monden voeden. Binnen de kerken komt er een plan om tenminste kinderen te redden en ze te plaatsen in gastgezinnen in het noorden en in het oosten van het land, waar meer dan voldoende eten is. Anderen maken de zogenoemde hongertochten. Mijn zuster die zou ook gaan, die had al afgesproken. De fiets die stond klaar en alles. Maar mijn vader die is op 6 morgens, dat gaat niet door. Dan gaan we maar dood, maar jij gaat niet weg. Hoe weet je? Want ja, dan moest dus een meisje moest gaan, ging dan ik weet niet hoe ver weg met de fiets. De tocht over de Veluwe was wel spannend, want er werd erg ver gevlogen. Er vielen ook ver weg of nabij bommen, dus we moesten in die schuttersputjes kruipen.
En op de Veluwe was een soepfabriek. En daar kregen we hele lekkere soep van de California. Vergeet ik ook nooit meer. En later in de avond kwamen we in Vollenhoven aan. Bij een boerderij, een niet zo grote boerderij. En daar belden we aan of we misschien daar konden slapen. We dachten misschien in de hooiberg of zo. Maar nee, er werd een groot bed ontruimd en we mochten met z'n drieën eerst eten en toen in dat grote bed. En de andere morgen kregen we weer s'morgens en ze aten s'morgens al aardappeltjes met snijboten. Dat herinner ik me ook nog. Als dan natuurlijk de mensen met de eten naar huis kwamen, dan wisten wij dat. En dan waarschuwden mensen van tevoren aan de groep, stonden ze dan. Ook veel Duitsers of zo, en dan pakken ze het af van die mensen. Bij de kapel van Uerlus, daar werd het dan neergezet. En dan hadden we de sleutel van. En dan de andere dag, op de dag, dan werd het hier, de halen mensen het op. Het donker aan worden, na sperruur, dus we zaten beknepen maar en kwamen in Noordwijk aan. En op de Goorweg stond er een wachtpost van de Duitsers. En ja, die vonden dat misschien wel leuk, twee van die meisjes met een afgeladen fiets. En die begonnen vervelend te doen. En toen kwam ineens kwam er een Duits soldaat met een Noordwijks meisje aan zijn arm. En die zei, joh, doe je niet zo vervelend, laat die meisjes van Noordwijk toch door. En dat lukte. Nou, ik ben het kind nog altijd dankbaar. En zo zijn we later de avond thuis gekomen, helemaal, ja. Als operatie Market Garden niet op zo'n mislukking was uitgedraaid, was de oorlog waarschijnlijk veel eerder afgelopen. En dan waren er niet tussen de 20.000 en 30.000 Nederlanders van de hongerdood gestorven. Landgenoten in het bezette vaderland, uw grote ontberingen zijn ons bekend. Voor u wordt alles in het werk gesteld voor spoedige aanvoer na uw bevrijding van voedsel en verdere benodigdheden. In zaken de operatie van gisteren is gemeld dat er 600 ton aan voedsel werd uitgeworpen. En wel op 4 verschillende punten. De renbaan bij Den Haag, de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg en het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam. De laatste dagen klonk op de vliegvelden van waar de toestellen zouden opstijgen maar één wachtwoord. The Dutch must have this food. En wij tussen de middag hadden we vrij en gingen de duin op waar de watertoren staat. En dan kon je zo zien dat die vliegtuigen daar dropten, die pakketten. Die gingen zo laag, je kon de piloten zien zitten. Dus dan voel je al aan, nou is het gebeurd. Om half twee begon die school weer, maar niemand ging er naar school toe. Maar meneer Bakker, dat was dan dus de hoofdonderwijzer, die was woest dat wij daar niet kwamen. Moesten we zaterdag smiddag terugkomen voor straf. Mijn moeder zegt, staat er iemand te roepen aan de overkant, want of er nou aan de hand is, weet ik niet. En ik ga ook kijken. Liep even verder naar buiten. Zo. We zijn bevrijd, we zijn bevrijd. De oorlog is voorbij. Ik geloof dat vrijdagavond die 4 mei was. Dus bij bevrijdingsdag is er nooit meer, is van die straf is nooit wat gekomen. De eerste avond dat de Duitsers zich overgegeven hadden, liep er een jongetje door de straat, een knulletje van 6, 7, 8 jaar, met een trommeltje. En die liep door de straat. En je wil het niet weten, maar het is echt waar, binnen de kortste keren werd dat een van de grootste optochten die door Noordwijk liepen. Dat was grandioos. Iedereen liep te huppelen en te springen. Je was er goed om op je poten staan, maar toen liepen wij in de man met z'n allemaal om elkaar hoesten en zingen door het hele toren. En de dames, of de meisjes of wat dan ook, ja, die konden weer extra goede kleding aantrekken. Nou was het net of dat er een metamorfose plaatsgevonden had. Die hele zomer was euforisch, vind ik. Die vergeet je niet, die zomer. Het was ook een prachtig mooi weer altijd in mijn herinnering. En er werden dan feesten georganiseerd in Royal op de Voorstraat. En daar werden voor de Engelse en Canadese soldaten, veel Engelse, maar ook Canadese. En er werden meisjes uitgenodigd. Nou, en jongens niet, meisjes wel. En was het Foxtrot, een Engelse wals. En,
Want we werden van tevoren al op de preekstoel gewaarschuwd voor de Engelse en de Canadese soldaten. Ja, die waren in het zuiden des lands niet mooi bezig geweest, geloof ik. Ja, maar ik heb er niks van gemerkt. Ik kon weer gaan staan bij je bouw en je hoefde niet precies op de klok te kijken. Waar nu de Maria ter Zeekerk staat, daar had je een groot zand gebeuren. En daar stonden die hele grote foto's van Hitler, van Rommel, van Mussert. En die werden in brand gestoken. Nou, iedere avond was er wel wat. De Jacques Commandeur die had zijn mooie, zware stem. Die zanger, die zong daar dan het lied. Hang op, hang Hitler aan de strop. Hang op dat nazi-beest, want we vieren nu een feest of zoiets. Zo'n soort vers was dat. En toen werden de jonge vrouwen aangevoerd, zeg maar, op een kar of op een... Dat ze de moffenmeiden op gingen, dan ging je toch als kind achter die kar aan. En dan publiekelijk haren afgeschoren. En dan met teer, een hakenkruis op dat hoofd. Moet je nagaan. Zijn ze allemaal te grazen genomen, hoor. Allemaal de haar afgeknipt, helemaal de hoofden kaal geschoren. Gelukkig, ze zijn te gepakt. Ja, en er zijn er nog onder de dans ontsprongen. Ze hebben echt, het verdiend dat ze met die Duitsers zijn gegaan. Ja, alhoewel, er zijn er misschien wel toch blijven hangen. En die ook nog getrouwd zijn met de Duitser. En ja, die school die wel uit. Moffoeren en weet ik het wat. Want dat was gewoon een schande. Ja. Er stonden tientallen mensen daar te kijken en te juichen, moet ik zeggen. Ja. In die tijd was dat gewoon een uiting dat je wraak op die manier kwijt kon. Zo bekijk ik het. Vandaag de dag is dat natuurlijk niet goed, maar in die tijd vond je dat helemaal niet erg. Het was geen mooi gezicht natuurlijk. Het was geen vrolijk gezicht. Maar het waren je haatgevoelens die je kwijt kon. Daar kwam het wel op neer. Ik kan ze niet goed praten. Maar ja, je was allemaal aan het opgroeien en er was helemaal niets. En ik denk helemaal niet dat ze kwaaie bui hadden de meiden. Maar ja, ze waren jongen, ze wilden wel eens wat. Zo ging dat toch. Hè? En de soldaten kwamen ook wel eens wat. Dus ja, zo werkte dat. Ja. In de volksmond was hij fout. Als je met deze bemoeide, was hij fout. Wat je ook deed. Of je nou een groenteboer was in je leven, de groente dan die moffen. Dan was hij fout. Alles werd over één kamp geschoren. Die meisjes die hadden in eerste instantie... Ze hadden zich, ze gingen met Duitsers mee. Maar ja, ze hebben misschien niemand iets aangedaan. Of verraden, of wat ook. Dat kan, maar dat is niet gezegd. Dus ik had altijd met die meisjes te maken. Als ik daar nog aan denk, dan denk ik, dat was geen goede beurt. Daar hadden we boven moeten staan, ja, maar ja. Ieder denkt dan aan zijn eigen hakje. Dat is wel zo hoor. Dat is eigenlijk het punt waar je dan op laatst terechtkomt. En dan denk je, ja, nou gaan we zelf weer zien dat we de boel bij elkaar krijgen. Dat was niet makkelijk. Mijn vader bijvoorbeeld was daar fel op tegen. Er is ook een eind gemaakt op een bepaald moment toen men ermee begon. Ik denk dat met name Van der Meulen daar gewoon een eind aan gemaakt heeft. Die hadden ook, mijn vader had sterk het idee van, straks moeten we weer met elkaar door. Je zit in een dorp, je kent elkaar. Verschillende mensen hadden een winkel waar de NSB'er. Geen bijltjes dagen en we moeten verder met elkaar. En ik denk dat dat wel een goede houding was. Hoewel die mensen zelf wel vaak, vooral kinderen van NSB'ers, daar nog wel veel last van hadden. Niet zozeer dat ze door het dorp op zijn neergekeken werden, maar goed, ja, toch, die achtergrond bleef toch hangen.
op je oude jas weggooit, die je zat bent. Maar dat, weet je wel, zo, ja, een rottijd geweest, ja. En ik, niet dat ik zeg, ik heb een hekel aan de Duitsers hoor. Nee, ja, ik heb zelf ook in Indië gelopen, want ik dacht, wat doe ik eigenlijk hier? Ik ben nou net een Duitser. Mensen die bogen voor je als een knipmes. Dat wilde ik helemaal niet. Na de oorlog, toen we van de laarschool afkwamen, hoefde gewoon maar netjes naar school te gaan, 2 jaar ambachtsschool en een vak te leren. En daarna kon je bij 10, 20 bazen aan het werk, want overal was werk. Je viel midden in de wederopbouw. He? Toen wij gingen trouwen, zeg maar in 1964, ging mijn jongste broer trouwen. Dus toen was mijn moeder 60 jaar, had ze 2 wereldoorlogen meegemaakt, een crisistijd. Ze had haar man verloren toen ze 34 jaar was. Onze generatie, vind ik, is een hele mooie generatie geweest.